Goedemorgen, ik ben een fruit, hoe zeg je dat? Een smoothiebol aan het maken. En hier zit in banaan, avocado stukjes, blauwbes en framboos. Ik heb er dadels in gedaan en amandelmelk. Dan heb je dit en als topping gebruik ik chiazaad, goji bessen, ik weet niet of ik het goed uitspreek, en kokos. Dan heb je dit, maar ik ga nog even banaan toevoegen. En dan heb je dit. Wij gaan lekker ontbijten. We zijn inmiddels vertrokken uit huis. Ik heb nu een soort koffie en water. Mijn fruitbol was echt zo fucking lekker, niet normaal. Ik ga het echt gewoon standaard inzetten. Elke ochtend in plaats van een koffie. En dit is weer een broodje. Wat heb je besteld? Ik maak mijn broodjes schoon. Wat heb je besteld? Er zit heel veel van die poeder op. Broodje. En hij staat op de telefoon, we zijn Mattie aan het praten. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar ik heb dus alleen maar lippenbalsem op en voor de rest dus geen lipliner of lipstick. Waarom doe je helemaal mijn vlog, rot op? Zo raar. Het moest van Nessie, want ik heb dus een tijdje geleden mijn lip getatoeëerd. En eigenlijk doe ik elke dag wel lipstick of lipgloss op. En toen zei Nessie, nee, dat moet je niet opdoen, want toen was hij echt zo tegen mijn liptattoo. En nu mag ik even niks opdoen, behalve lippenbalsem, maar anders heb ik gewoon niks gedaan, zegt hij. Vind je het mooi zo? Mooi nee. Naturel, hè? Jij zegt nog tegen mij, oh nee, ik heb niks op mijn lippen gedaan. Ja. Dus ik zeg, ja, maar ja, je doet die dingen niet, hè? Ja, dat hoeft toch ook niet? Ja, is eigenlijk ook wel zo, maar ik moet er nog even aan wennen, want ik vind het een beetje kaal alleen met lippenbalsem, maar... Eigenlijk vind ik het ook helemaal niet zo verkeerd. Wij gaan in ieder geval vandaag naar België. Weer even naar mijn schoonouders toe. En we gaan vandaag vis eten. En ik denk dat mijn schoonvader echt heel erg blij is dat hij vandaag vis gaat eten. Nee. Volgens mij is het altijd zijn smoes als we langskomen. We gaan vis eten. Nee, dat wil jouw moeder het nooit, hè? Ik wil echt graag vis eten. En mijn moeder, toen zei ik, we gaan vis eten. Ik heb mijn moeder zo met de camera van, ik wil echt vis. Maar hij gebruikt mij altijd als smoes. Mirjam, wil je vis eten? Laat onze foto maar zien. Iedereen die dit ziet zegt, oh, waarom heb je alleen maar foto van Mirjam? Waar ben jij dan? Soms als ik zeg maar Ryan en ik mis jou, doe ik zo. Dit echt? Zeg wallah. Wallah heb ik wel eens gedaan. Dat wij thuis hebben gevonden. Ik had het een keer voor Nessim gekocht, volgens mij echt voor 2 jaar terug voor zijn verjaardag. Let niet op mijn vieze nagels. Maar het is een spelletje voor friends en die gaan we nu gewoon in de auto doen. Die is echt heel erg leuk. God, u gaat het echt niet geloven, jongens. Met mijn mobiel. Dus mijn scherm is nu al kapot. En ik heb dit ding niet eens laten vallen. Je zit niet eens goed op beeld. Maar het is best wel. Nou, je ziet het niet. Misschien zo. Nou, je ziet het niet op beeld. Hij is gewoon kapot. Ik heb het je beweegd. Het kan toch niet? Ik heb het ding niet eens laten vallen. Ik ben echt pissig. Maar ja, goed. Aan de andere kant hebben jullie mijn prachtige achtergrond gezien. Dit is echt magisch. I love it. Yes, ben je er klaar voor? Voor wat? Wij gaan een spelletje spelen. Gaan we beginnen. Het is tijd voor een spelletje in de auto. We zijn altijd, hoe lang zijn we ongeveer onderweg naar België? 1,5 uur of zo? Ja, iets langer. Ja. Dus we proberen ons een beetje te vermaken in de auto. Nessie heeft heel veel muziek geluisterd. Ik ben het een beetje zat. Dus we gaan over naar het spel. Let's start! Ik moet echt mijn spullen even kwijt. Spullen hier. We gaan starten. Eigenlijk heb je een dobbelsteen en dan moet je het eigenlijk gooien en dan krijg je een kleur en dan moet je die kleurvraag stellen, zeg maar. Een beetje daar uitgelegd. Even kijken, kan dat zo, denk je? Of denk je dat het flikkert? Kijk, dit is een dobbelsteen. Die moet je eigenlijk dus gooien en dan krijg je een kleurtje en dan moet de andere een vraag stellen en zo ga je een beetje door. Dat is toch eigenlijk gewoon de bedoeling van dit spel? Verder is er niets bijzonders, toch? Ja, ik ben vandaag echt heel erg pinky in mijn make-up. Trouwens, ik vind het echt zo leuk. Laatste tijd om gewoon mijn haar vast te doen. Omdat ik dan eindelijk een beetje mijn tattoo kan zien. Anders zie je hem gewoon niet. Ik was laatst naar Elna's toe. En toen zag ze mijn tattoo. Zei ze, oh mijn god, heb je een tattoo? Toen dacht ik van, oh mijn god, heb ik een tattoo? Je vergeet gewoon. Ja. Oké, ik probeer het echt hier neer te zetten voor jullie. Anders is het niet zo leuk om naar te kijken, denk ik. Zo. Ja, dat is wel een goede shot hoor. Oh. Ik denk dat ik hem toch moet vasthouden helaas. Maar we gaan starten. Okay. What does Rachel bring Ross instead of his cup of coffee? Met mijn slechte Engels, jongens. Het wordt nog wat. What brings Rachel instead of his cup of coffee? What
does Rachel bring Ross instead of his cup of coffee? Dus heeft hem iets anders gebracht in plaats van een kop koffie. Wat was het? Iced tea. Lemonade. Which friend originally wanted to call their baby Emma? Monica. Ja. Yeah. Dat is ook wel een grappige. What does Joey win at the silent auction? A boat. A sailing boat. Wat is, ik kan het niet eens meer lezen. Wat is Joey's New Year's resolution? Joey's New Year's resolution. De antwoord is grappiger dan de vraag. Wat heeft het mee te maken? Ja, dat is heel makkelijk als ik je een hint geef. Is het nieuwjaars? Eating no meat. To learn how to play guitar. Ik vind het Engels dat hierop staat best wel pittig, want ze gebruiken echt rare woorden. Maar goed, eerste vraag. Who does it transpire was Monica's first kiss ever? Ross. Ja, dat was wel heel snel. What is the occupation of Phoebe's Canadian green card husband? He's a figure skate dancer. Ice dancer. Ice dancer. Who or what steals Monica's thunder? What? Who or what steals Monica's thunder? Ross and Rachel. What? Waarom? Because they were kissing in the hall. Ja. Dat is een goeie, ik zeg eerlijk. Who does Phoebe ask to give her away at her and Mike's wedding? Joey. Dat wist ik niet, zo grappig. What does Chandler's boss, Doc, do to make him feel uncomfortable? Uncomfortable? Yeah. Bring him to the strip club? But, nee! Oh, slaps his butt. Ja, ik ga stuk. Complete the Phoebe lyric. Whenever I get married, guess who won't be asked to sing? Bing. Somebody named Geller and somebody else named Bing. Who ends up giving Phoebe away at her and Mike's wedding? Chandler. Yes. Oh, dat is zo'n grappig spel. Who is Phoebe's on and off wedding planner? Monica. Yeah. Why are Ross and Rachel late to Phoebe's birthday dinner? Because they were locked. They locked Emma in the house. Yeah, they locked themselves out of the apartment with Emma inside. Gaststuk. Binnen mochten we meteen een snack uitkiezen. Nou, net heb ik dit uitgekozen. Ik mag niks, maar kijk dit. Kennen jullie dit? Het heet in het Arabisch Sharbanat. En Nessie moet hem nu proeven voor mij. Dat betekent haar van de meisjes. Ja. Nou, en hoe zeg je in het Turks? Ja, het Turks heet pishmania. Dat betekent als je eet krijg je spijt, zeg maar. Pishman Olursun. Ja, toch? Mijn schoonvader heeft de beste koffie ever voor me gemaakt. Ik moet hem nu gaan proeven. Mm-hmm. Het blijkt heel speciaal te zijn. Ik ben benieuwd. Waarom is die speciaal? Ja, waarom? Sharbi? Eerst drinken. Winti Wenich. Zeg waar jij bent. Allah. Waar ben jij? Nessie, mijn eerste hap. Oh, lekker. Spijt. Ik heb nu al spijt. Nu blijf je eten. En? Dit noemen ze Turkse konthaar. Welke cijfer geef je dit? Eerlijk. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe lekker vind jij het? Het is wel een 8. Echt? Maar toch? Oh jongens, kijk onze avondeten. Dit is niet normaal. Niet normaal. Oha. Hey, Amo gaat deze. Doe dat. Waarom? En de man, jalla. Jalla. Muno en de broer. Ja, ja. En de mama. Zeg wallah, ik word boos. Vreed! Waarom? Nee. Amo gaat deze deken wegtrekken. Nee. Jawel, jawel, jawel. Doe, doe, doe. Wat doe naar de zeet? Nee. Doe normaal. Doe normaal. Waarom? Laat het even proberen. Doe normaal. Probeer als je naar kijk wat er zo in. Jalla. 100 meer aan het gaan. Bolle alleen maar. Oké, 1, 2. Doe maar. 1, 2. Ja, wacht. Niet in het laten. Nu met de glas. Ik durf niet aan de kan, wel lachlas. Mijn buik doet pijn.
Dat is iemand anders. Omdat ik weet, als het oud gaat, ga jij gek worden. Tuurlijk word ik gek en jullie gaan het schoonmaken. Ik moet het schoonmaken. Oké, 1, 2. Ik vind het heel eng. Nien, slapen. Dus mijn schoonmoeder vindt het echt niet oké dat hij een beetje goochelkunstjes hier zit te doen. Maar ik kwam net even hier langs. Ik weet niet of mijn schoonmoeder komt, ik kan niet zeggen dan. Hij kwam dus net vertellen dat hij hier zo koekjes gaat neerleggen. Zal ik het doen? Met thee. En dat hij het gewoon zo weer stiekem gaat doen. Zal... Nesmi heeft het al tegen zijn moeder verklapt. Ah. Je hebt het al verklapt, dat mocht je eigenlijk niet zeggen. Jawel, ik ga het doen. Ga jij het doen? Nee, dat ga je zo. Mag ik het doen? Nee, je had de pijn gaat eraan. Nee, niet doen. Doe maar. Nee. Ja toch, mag ik? Doe dat even normaal. Jongens, ik ga even naar het toilet toe. En je ziet het, het is een hele romantische sfeer hier in het toilet. Beetje aromatherapie smeer. En ik ga nu even poepen. Wij zijn eindelijk thuis! Echt, we zijn midden in de nacht weer teruggereden. Ik ben zo blij dat ik weer lekker thuis ben. Ik heb eigenlijk zin om een heel warme douche te nemen. Het was zo koud buiten. Oh, kijk, onze popjes! Onze kittycats. Ik ga snel mijn schoenen uitdoen. Ik ga lekker een heerlijke pyjama aandoen. Wat doe jij? Echt, Dino die lijkt gewoon op mijn jas. Ik ga eens kijken, dat is schattig. Ja. Chilling mood. Wat ben je? Stalker, ga weg. Ik gewoon de hele tijd naar jouw klok. Oh, het is zo lekker om te kussen. Oh. En nu? Niks, praat maar gewoon. We gaan gewoon in je vlog zijn. Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Dat is zo stom. Nu is dat mijn neppe Hugo Bos uit Turkije. Dat is mijn vader, hè? Ja, toch. Oh, geef me nog een kusje. Oké. Okay.